Vanaf begin oktober wordt de Heerderweg in twee fasen voor langere tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Half september werden omwonenden over alle werkzaamheden ingelicht. Wij vroegen de projectleider naar de eerste stappen in het project. We zijn heel blij dat we gaan starten met de uitvoering van het aanleg van de fietspaden van de Heerderweg. En het reconstrueren ook van de Heerderweg. En begin oktober start onze aannemer vanaf de kant van Epe met de aanleg van de aanpassingen, het nieuwe fietspad. Midden in de weg moet een riolering komen voor de afwatering van het water van de weg. En omdat die riool midden in de weg moet komen, moeten we het verkeer, het doorgaande verkeer, van de weg afhalen. En dat betekent dat wij begin oktober ook de Heerderweg helemaal af gaan sluiten voor doorgaand verkeer. Dat betekent nogal wat, want ook de bus moet daar vooraf. En we de weg afsluiten vanaf het politiekantoor tot de Zwarteweg. En het doorgaand verkeer er niet op kan. Maar fietsers kunnen door, bewoners kunnen door, bedrijven zijn bereikbaar. Alleen dat doorgaande verkeer hebben we echt eventjes een omleiding voor nodig. Je sprak net even over de riolering. Is dit gewoon een operatie die toch had moeten plaatsvinden of gebeuren er extra dingen? Het water van de weg moeten we opvangen en is ook een probleem op dit eerste stuk. En die riolering gaan we midden in de weg leggen. Die hadden we aanvankelijk eerst aan de zijkant liggen. Maar goed, dat betekent dat we bomenwortels kruisen en dat er dan extra bomen slecht worden en mogelijk doodgaan of omvallen. En er is gekozen om het plan aan te passen en meer bomen te sparen. En dat betekent dat de riolering in dit geval midden in de weg moet. Maar dat betekent ook dus dat de ingreep om het aan te leggen een forse is. Wij vroegen de projectleider naar eventuele andere maatregelen. En nou, het plan is aangepast ten opzichte van het aanvankelijke plan in 2014. En er was weerstand in ieder geval of onbegrip op het feit dat er zoveel bomen moesten geveld worden voor de aanleg van de fietspaden. En vervolgens is er een aangepast plan in samenwerking met diverse partijen opgesteld en vastgesteld. En dat gaan we nu uitvoeren. Jullie hebben een aantal maanden, een fors aantal maanden nodig. Kan je iets daarover vertellen? Het werk loopt vanaf begin oktober en helemaal precies de datum wanneer we starten. We plannen 2 oktober, maar het hangt er vanaf of de voorzieningen voor de bus op tijdig klaar zijn bij Klaarbeek. Want anders kunnen we de bus er niet afgooien, dan kunnen we niet starten. Maar 2 oktober is ons streven. En het loopt tot de eerste fase tot de kerst of tot december. En dan zijn we klaar met het eerste stuk. En het tweede stuk pakken we op vanaf januari naar het voorjaar 2018. En het tweede stuk is vanaf de Noorelweg tot aan de Zwarteweg als tweede fase van het werk. Betekent dat ook dat heel Epe met de kerstdagen en oud en nieuw weer over deze weg kan? Of blijft die dan afgesloten? Ja, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen op dit moment. Maar het bestaat een optie dat dat gebeurt als alles mee zit? Als het allemaal mee zit, zeker. Maar ja, of het mee zit, dat kan ik aan de voorkant nog niet beloven. Als het straks klaar is, dan ziet de weg er echt heel anders uit. We hebben dan vrijliggende fietsstroken en paden langs de weg. Ik denk het meest opvallend gaat het stuk zijn na de Noorelweg. Daar ligt nu een asfaltplaat van 11, 12 meter breed. Waar die fietsers langskomen, dat wordt straks een veel smallere baan, omdat die bermen groen worden. Je moet je voorstellen, 7,5 meter of 12 meter is nogal iets anders. En achter de bomenrij daar komen de fietspaden. Ik denk dat dat in aanblik het meeste verandering geeft. En hier is het heel erg maatwerk. Ook hier zal het er heel anders uitzien. We gaan trouwens geluidsarm asfalt aanleggen, dus ook voor de bewoners denk ik dat het de beleving toch een heel stuk anders gaat zijn dan nu de grote streep en de grote plak asfalt.